Nou, we zien helaas ook wel bedrijven of mensen die misbruik maken van de regelingen. Uiteindelijk denk ik dat we dat in de meeste gevallen wel ontdekken. Het kan voorkomen dat werkgevers het geld niet doorbetalen dat ze van ons ontvangen. Of dat mensen zeggen dat ze geen werk meer hebben, maar ondertussen bijvoorbeeld zwart wel werken. Als wij dat zien, dan moet je sowieso terugbetalen wat je gehad hebt. Maar in de gevallen waarvan wij denken, nou, dat zijn wel de meest vergaande vormen van misbruik, doen wij aangifte bij de politie. Dat gebeurt ook al. En ik heb ook met het Openbaar Ministerie afspraken gemaakt dat daar prioriteit aan wordt gegeven. Dus dat ook het Openbaar Ministerie zal optreden, strafrechtelijk, tegen misbruik van de regeling. Heb je het hier tegen bedrijven of personen die dat doen? Beide, maar bij een bedrijf is het ook altijd een persoon die dan vervolgd wordt. Het is in de regelingen zo dat iemand moet verklaren dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld en dat die juist is. Dus degene die dat verklaart is ook strafrechtelijk aansprakelijk. Dus het is niet zo dat we dan een BV of iets dergelijks moeten gaan vervolgen, want ja, dat is natuurlijk niemand. Uiteindelijk is er altijd iemand aansprakelijk. Zijn er van deze gevallen hier op Bonaire? Ja, op alle drie de eilanden zien we die gevallen. Ik moet wel zeggen dat als je kijkt naar de omvang van de regeling, dat het meevalt. Elk geval is er één te veel. Ik vind het ook ernstig, want het is een noodregeling als er misbruik van wordt gemaakt. Het overgrote deel van de mensen, dat wil ik wel benadrukken, gaat er op een eerlijke en goede manier mee om. Dit is een manier om gezamenlijk door een crisis te komen. Het overgrote deel van de mensen ziet dat ook op die manier. En die enkeling die denkt slim te zijn en er misbruik van te maken, ja, die zullen we niet met rust laten.